Landelijk zijn ze al een aantal jaren nadrukkelijk in opkomst, maar nu doet de Partij voor de Dieren voor het eerst in Nijmegen mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de meeste kiezers zal lijsttrekker Michelle van Doorn een onbekend gezicht zijn. Wat beweegt haar en haar partij om zich te mengen in de Nijmeegse lokale politiek? Toen ik 10 jaar was, 11 jaar was, werd er op school een item gepresenteerd over dieren. Wat we zoal met dieren doen. Daar ben ik nogal erg van geschrokken. En in die tijd las ik ook een kinderboek, De Vlucht van de Witte Wolf. En daarin werd een wolf bejaagd en sloot vriendschap met een jongetje. En samen zorgden ze dat die wolf veilig naar een reservaat toegebracht werd. En dat heeft bij mij wel het besef geplant dat we met elkaar op één aarde leven. En dat we elkaar niet naar het leven moeten staan. En dat we in harmonie met elkaar moeten leven, mensen en dieren. Ik heb 2 programma's gezien waarin dierenwelzijn expliciet wordt genoemd. Maar dat stelt me toch nog steeds wat teleur, hoor. Ik ben blij dat ze het nu noemen, omdat ze zien ons natuurlijk aankomen. Maar dat kan een stuk beter. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de ponies achter de Lux op de kermis. De uilen bij het Van Limburg Festival. We hebben nog steeds circussen met dieren op ons Nijmeegse grond. Dat is niet meer van deze tijd en daar moeten we echt een eind aan maken. Emancipatie van achtergestelde groepen, daar strijden wij voor. LHBTI'ers, mensen met een arbeidshandicap of anderszins. Daar zorgen wij voor dat we die in het vizier houden en dat we die een steun in de rug gaan geven. Wij willen Nijmegen in 2030 klimaatneutraal hebben. Dat was ooit de ambitie van de gemeente zelf, maar die hebben ze opgeschoven naar 2045. En dat vinden wij veel te laat, want daarmee hobbelen we achteraan in de lijstjes landelijk gezien. De tekenen zijn goed dat wij in ieder geval een zetel kunnen halen. En nou ja, 2 zetels moeten er ook in zitten. Wij willen ook graag dat de andere partijen, als ze ons aan tafel hebben, als ze ons in het college willen hebben, dat ze ook aan onze idealen gaan vasthouden. Want het is hard nodig in Nijmegen.